Ik wilde eigenlijk foto's gaan inplakken, maar. Goedemorgen, het is zondag. Ik sta in mijn kast en ik heb geen idee wat ik aan ga doen. Ik vind het altijd lastig op die dagen dat je eigenlijk niks gaat doen. Want ik wil gewoon iets wat gewoon lekker zit, chill is. Dat ik me gewoon lekker in voel. Maar ik heb nooit heel veel van dat soort kleding. Omdat ik meestal juist van hou om zeg maar meer dan dat aan te hebben. En ik wil gewoon dingetjes doen dat ik vandaag echt wel een chille outfit aan wil hebben. Dus, wat ga ik kiezen? Ik weet het niet. Ik heb trouwens vandaag echt alleen mascara opgedaan, want ik ben toch thuis. En ik vind het altijd toch lekker om dan net iets op te hebben, maar ik had geen zin om op te maken. Ik moet mijn nagels ook echt nog steeds doen. Maar ja, ik heb elke keer zoveel te doen, dat het er niet van komt. En wat ga ik aan doen? Ik ga er even over nadenken. Het is deze terug geworden van Fila en ik heb deze broek aan, die is van Benetton. En ik had mijn haar vastgedaan met douche, want ik heb het gisteren gewassen. Dus het gaat gewoon los. En zo houden we het denk ik gewoon lekker voor vandaag. Mijn krul is wel grappig. Als ik het was, heb ik echt weer krul van die permanent. En dan nu na een dag niet. Maar ik ga vandaag ook echt gewoon niks aan mijn haar doen. Ik ga nog even wat eten en dan ga ik denk aan die foto's beginnen. Ik heb een hele werkhoek voor mezelf gemaakt. Ik heb hier mijn laptop. Die gaat gelijk de vlogs renderen, want ik heb de vorige 3 vlogs wel al geëdit, maar nog niet gerenderd. Hier heb ik al allemaal foto's die ik per dag heb gelegd. Ik heb hier mijn album liggen waar ik verder moet. Ik heb een doos, daar doe ik oud papier in wat weg kan. Voor al die dingetjes van de plakkers. Dus ik kan aan de slag als mijn laptop opgestart is. Nee, schat. Hier zijn we in de Efteling. Ja. Die foto ken ik. Ja, leuk is die, hè? Zo, echt achter elkaar door zitten werken en echt bizar, dan ligt het nog helemaal vol hier. Terwijl ik echt veel, die stapels wel kleiner en dat ligt natuurlijk gelijk, maar alsnog ben ik er voorlopig echt niet. Maar goed, er is gewoon een stuk gedaan, hè. Always look on the bright side of life. Ik ga nu even afruimen, ik heb het eten al opstaan en dan gaan we even lekker eten, gaat ze slapen. Dan doe ik gewoon even editen en dan ga ik gewoon weer verder. Want ik wil het wel echt zo snel mogelijk allemaal af hebben. En ik moet zeker nog 1 of 2 keer foto's bestellen. En het liefst zou ik ze allemaal in 1 keer bestellen. Maar ik weet dat het dan helemaal bijna niet meer te doen is met uitzoeken. En dat komt echt omdat sommige foto's komen van de camera. Sommige van de telefoon. En sommige weer van een andere camera. En daardoor gooit hij met afdrukken alles door elkaar. Dus van de telefoon heb je wel alles op volgorde. En van de camera wel alles op volgorde. Maar omdat het van zoveel verschillende dingen afkomt, wordt het 1 weerboel. En dan moet ik dus echt elke keer met mijn computer gaan kijken welke ik heb. En dan elke keer al die foto's door. Dat maakt gewoon echt dat het heel erg lang duurt. Want als alles gewoon op volgorde, dan zou ik echt ver over de helft zijn. Maar goed, we gaan het doen. Ik heb mezelf natuurlijk een doel gesteld voor dit jaar. Zonder verdere druk, maar ik wil het wel dit jaar af hebben. Het is februari nu, dus ik heb al een heel stuk gedaan. Ik heb de grote rommelkast, ik heb de boekkast al gedaan. Ik kom eraan, schat. Ik ga even zeggen. Ik wilde eigenlijk foto's gaan inplakken, maar ik ben zo hooked aan de Handmaid's Tale. Ik ga echt eerst thee drinken en een stukje kijken. Ik zit richting einde seizoen 3 en ik vind de serie zo goed, echt. Dus ik ga kijken of ik daar nog wat verder ga doen. Maar ik moet gewoon een stukje verder kijken. Ik wil gewoon weten hoe het verder gaat. En dan ben je de hele dag bezig en dan heb ik op zich ook geen last van of zo. Maar toch de hele tijd zit het in je hoofd. Hoe gaat het verder? Echt bizar. Het is een lange tijd geleden dat ik echt een serie zo graag elke keer verder wilde zien. Dus, nou ja, dat dus even. Wauw, ik heb hem afgekeken en echt waanzinnig. Ik hoop echt dat er nog een seizoen komt, want er zijn nog echt een hoop open stukken. Ik heb ook verder echt niks meer gedaan, ik moest gewoon blijven kijken. En het is precies mooi 12 uur, dus ik ga naar bed. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei.